Als meester John zijn zenuwen in bedwang kan houden, is hij misschien wel de eerste op de hot seat. Maar nervositeit kan wel behoorlijk op je keel slaan. Hallo. Hi. Ik zag dat er heel veel kleine lieve meisjes met jou willen trouwen. Ja. Is er ook een... Gaat helaas, het wordt hem niet. Nee, maar... Maar is er misschien ook een wat oudere vrouw die eventueel met jou wil trouwen? Ik weet niet of er hier iemand is die zich aanbiedt. Maar heb je een vriendin? Nee, dat is ook een beetje ingewikkeld. Je hebt een vriend? Ook niet. Oh! Ik val wel op jongens, maar ik heb nog niks. Ik wees naar jou. Maar ik weet echt niet waarom. Zegt hij nog. Je bent echt al de tweede in dit seizoen. Dus bedankt. Even serieus. Ben je nerveus? Ja. Adem één keer nog heel goed in en uit. Want je gaat beginnen met welk liedje? Als de nacht verdwijnt. Veel succes. Zet hem op. Ja. Doe succes jullie ook, hè. Ja. We gaan. Hoppakee. Ik weet niet meer wat ik doe. Waar moet dat toch nou naartoe? Soms loop ik maar te dromen. Het is een ratje toe. Is leuk. Heel andere persoon. Meteen toen ik jou zag staan. Wat mij is overkomen, kan ik niet langer aan. Als de nacht verdwijnt. Ja, kom! En de zon is uit. Als ik jou zo zie, klinkt een symfonie. Hij kan heel snel stap sluiten. Hè? Heel ik van je hou, heel mijn hart staat open voor jou. Jij kan op mij vertrouwen, mijn hele leven lang. Want ik blijf steeds bij jou. Dat blijft gewoon sterk hoor. Als de nacht verdwijnt en de zon. Ja, je ging ook zo snel, zo. Ja, vriend. Kom, je krijgt een kus van me. Ah, top. Ontspan, ga nog heel even staan. Wat ben jij een lieve jongen. Je hebt echt goed gezongen. Op het einde ging je even, pakte je even de tweede stem. Maar je was misschien ook een beetje moe van het stap sluiten. Wat kan je dat snel zeggen? Ongelooflijk. Heb je kramp, of niet? Dree. Dick! Heel goed gedaan, echt. Ja, jeetje, wat een gezellig begin van de avond. Ik zeg, we zijn begonnen met bloed, zweet en tranen, jongens. Ja, leuk. Zeker weten. We waren te laat. Blijf hoor. Nee, ja, ik wil nog wat tegen je zeggen. Je komt binnen als een complete goud. Hij gaat ook weg als een complete goud. Hoe lekker is dat? Je bent denk ik de nerveuste van de avond. Je bent de eerste. Maar ik denk dat niemand je daarin meer overtreft. Maar ik heb van je genoten. Ik vind je een leuke gozer. Ik denk dat wij blij met hem zijn, hè Frans? Ik denk dat in het rijtje Piet Veerman, Jan Smit, Nick en Simon, Jan Dulles, Jan Keizer... Zesde plaats. Tweede benen. Dan hebben ze er een geduchte zesde bij. Laat ik het zo zeggen. Welkom op onze hot seat. Leuk, hoor. Flink naar de vertrouwen. Ik zweer het je, hij is gewoon duizelig van dit doen. Ach, ja. Hij ging ook nog even door toen hij klaar was. Hij bleef even doorgaan. Hij was zo. Als een, ja, als een rietje. Wat een leuke gozer. Hey. Ja, en gewoon lekker alles onder controle, niet zenuwachtig, niks. Jezus, kijk eens aan. Wat voelde je toen je er stond? Ik was heel erg nerveus, maar toen ik er stond, toen dacht ik, ik moet nu. Mol, ik zeg dag hoor. Die kant op de hot seat en zo lang mogelijk blijven zitten en kom een beetje tot rust. Yay! Come on, doei.